Een 21-jarige Dokkumer versterd vorige winter in de auto nadat hij op stap west had in Ljouwert. Als hij waarom is in Dokkum, bloot hij in de auto zitten omdat er hem net goed viel. Zijn maten gingen eerst naar huis toe, maar sjoggen letter bij hem. Ze brengen hem dan pas naar het ziekenhuis. Dat bleek dat hij verstoorn is door het gebruik van GHB. De drie vertochten, 12 Ljouwerters en een Dokkumer, maar de juurt van de rechter verschijnen. Ze worden beschuldigen van deer troch nijlittigheid. Een van de vertochten komt net opdagen en een oor is zwier onder invloed. De vertochte koe haast net op zijn stoel zitten blauwen. Hij maakte er krampachtige bewegings met zijn hand. Een peke rekken hij zelfs uit de tiert, waarna de rechter hem weer bij de les roepen moest. De rechter vertrouwde het uiteindelijk net en roepde een ambulancebroeder bij. Die constateert dat de man zwier onder invloed is. De rechter was dan net trok in bij de zaak en zei het diep teleurgesteld te wezen in de hele gang van zaken. Nou, de rechter zag ook dat deze verdachte af en toe wegviel. Hij wilde natuurlijk zeker weten dat de medische toestand van deze verdachte niet zo ernstig was dat hij ter plekke neer zou vallen. Dus je vindt begrijpelijk dat de zaak onhouden is? Ja, wij wilden zelf ook graag dat alle drie de verdachten tegelijk hier terecht zouden staan en ook hun verhaal zouden kunnen doen, zodat de zaak echt op een goede manier behandeld en afgedaan zou kunnen worden. Want dat koel eigenlijk nou absoluut net? Nee, deze verdachte was absoluut niet aanspreekbaar, dus hij had ook geen antwoorden kunnen geven op de vragen van de rechter of van de andere advocaten of van het Openbaar Ministerie. Het is nog net bekend wanneer de zaak wel behandelen wordt.